Ja, het is gewoon echt een raadsel. Dus ja, en het is er echt perfect weer voor. Wel warm, maar niet heet. Dus. Wij hebben lekker ijs. Goedemorgen, het is zondagochtend en ik heb zo slecht geslapen. Dus ik lig nog even verder wakker te worden op de bank. Sarah is de camera aan het opruimen, want het was weer echt een troep. Dus ik ga zo even kijken of het goed gaat. Oh, en ik was net buiten bij de konijntjes. En gelijk jeuken mijn ogen weer. Elke keer zodra ik even buiten ben geweest, dan gaan mijn ogen jeuken en ga ik heel erg niezen. Vandaag even tijd voor een make-up vrijdagje. Ik heb net al deze op mijn pigmentplek gesmeerd. Deze van Biodermal. Alleen ik heb het gevoel dat mijn plek niet echt minder wordt. Ik smeer wel als ik buiten kom. Elke keer deze. Van Isopharma. Of Isopharma. Isopharma. Deze heeft een factor 50. En die... bedekt echt helemaal. Die, nou, in ieder geval, hij sluit het niet af dat het niet kan ademen. Maar hij brengt wel echt een laagje aan. Waardoor hij beter beschermt dan andere factor 50. Omdat zonlicht op pigmentvlekken natuurlijk helemaal niet lekker is. Met deze kan ik tenminste dan wel de zon in. Zonder dat het erger wordt. Alleen altijd het begin. Ja, ik weet niet of het op de camera heel goed ziet. Laat hij echt een hele, hele witte waas achter. En dat is natuurlijk altijd wel met zonnebrand, maar met deze nog wel extra erg. Dus dan heb je altijd echt zo'n witte vlek. Maar dat trekt dadelijk wel weg. Maar ja, ik kijk het nog heel even aan met die Biodermal. En anders ga ik echt iets anders moeten vinden, want ik vind het zo lelijk. Ik weet ook echt niet hoe ik eraan kom. Ik heb dat echt nooit gehad. Ik verbrand niet. Ik verkleur altijd gewoon normaal. Ik was ook niet zwanger dat het gebeurde. Dus ja, het is gewoon echt een raadsel. En ik ben gelijk maar even aan het kijken of er dingetjes in mijn kast hangen die weg kunnen. Sommige dingen die ik echt niet meer pas of ga passen. Dus er moeten wel wat dingetjes zijn die eruit kunnen. Al heb ik hem natuurlijk wel regelmatig uitgezocht. En dan hangen ook dingen in, net als deze. Dit is zo leuk. Dit is Sarah de bruidsmeisjesjurk. Dus dat neemt veel ruimte in beslag, maar die gaat nooit weg. Dat... die blijft, net als mijn trouwjurk. Dus, maar goed, er moet toch wel iets uit kunnen. Wat ik toch nooit meer ga dragen. En dan maak ik ruimte voor dingen die ik wel ga dragen. Nou, dat was niet echt een succes. Ik heb één shirtje uit mijn kast gehaald. En de rest wilde ik eigenlijk niet weg. Oh, mijn haar. Ik heb echt niks aan mijn haar of mijn gezicht gedaan vandaag. Ik denk, mijn huid is slecht. Even laten luchten. Ja, toen had ik gezien mijn haar te doen. Dus Marco is bezig in de tuin. Want die willen we natuurlijk weer helemaal netjes hebben. Hier verzakt altijd alles heel snel. Dus we hebben een paar jaar geleden gedaan. Maar dan is de helft gewoon weer verzakt. Dus dat moest opnieuw. En de klimrek is natuurlijk in de tuin erbij gekomen in oktober. Dus het zag er gewoon niet meer uit. Dus ja, en het is er echt perfect weer voor. Wel warm, maar niet heet. Dus... ik heb deze lekkere schotel gemaakt. Lekker tegenlicht, maar wij gaan lekker een ijsje eten. En Sarah heeft een vriendinnetje ook mee. Ze gaan met twee kindjes. Ja, dat is voor de nieuwe internetverbindingen. Dan heb je overal die oranje draadjes uitsteken. En daar moeten ze nog iets mee gaan doen. Maar wanneer? Dat weten we niet. Sarah, wacht je daar even. Wij hebben lekker ijs. Ja, maar erg. Eigenlijk wil je van geen make-up op, dus dat kan je niet verzieken. Ik weet niet. Ga je nou echt schoenen uitdoen? Oh, ik denk ga je op zijn wip zitten, maar dat was geen goed idee. Nou gaat het komen hoor. Papa gaat een dodemansprong proberen. Het gaat niet lukken, ik doe het nou al zeggen. Nee, je hoeft alleen maar... flauw hè. Ik doe het nou al zeggen, maar kuiten. En borstwaarts om? Leuk. Er zit niks op. Ongelooflijk.
En bordzwartsom voor jou? Ik weet niet wat een bordzwartsom is. Doe jij zo'n bordzwartsom? Kijk! Nee, eromheen, Sarah. Kijk, deze. Wat een koppel. En dan nog één, Sarah. Papa, kijk. En nog één. Deze. Nee, dat is de verkeerde kant op, Sarah. Dat is geen bordzwartsom. Spieren jij, hoor. Kijk. Met je benen eerst, hè. Opletten wat je doet. Je bent afgeleid. Papa, kijk. Deze. Nou, jij. Nou, dit wordt ziekenhuis, denk ik. Flauw, hè. Jij bent niet normaal op de klimrek, Sarah. Ja, dit kan jij niet. Nou, gaan we ook even nu niet proberen. Ik kan wel mijn hand door. Kijk maar. Een paar kuitjes is wel onderuit. Ja. Papa, weet je hoe je het ook kan doen? Ja, zij heeft gewoon een hele eeltlaag opgebouwd. Dan moet je haar weer loslaten. Dat doe echt pijn, maar... Papa, kan je deze? Wel doen. Kijk eens. Nee, ik kan het niet. Ik kan het wel zomaar niet. Zo, zie je? Kan ik iets voor jij die kant? Nou, ga jij eens op die ernaast. Doe zo, papa. Oh, ik deed jou, papa. En nu gaan we lekker serie kijken. We zijn nog steeds bezig met de serie Dark. In het Duits. En het is echt te grappig Duitse woorden. Ik weet niet, wij liggen altijd helemaal in de scheur. Waarom weet ik niet. En ik heb het uiteraard weer laat gemaakt. Dus ik ga snel mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een leuke reactie en een duimpje achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!